Jacco Spillen, het Bakkerijmuseum. De coronacrisis, minder bezoekers, minder geld. En toch heb je een hele mooie mededeling binnengekregen. Ja, we hebben ondersteuning gehad van het Mondriaan Fonds. Juist om die coronacrisis goed door te komen. Leuk bedrag? 60.000, dat is een leuk bedrag. Dat kregen alle musea van deze grootte. Dus en eerlijk delen. Het Mondriaan Fonds, wat is dat voor iets? Het Mondriaan Fonds is een cultuurfonds. Dus die verdeelt een deel van de gelden die ze vanuit het Rijk krijgen. En die verdelen ze dan onder naar bijvoorbeeld een museum. Moest je daar nog speciale dingen voor doen om dat geld te krijgen? Ja, het was geen eenvoudige aanvraag. Je moet wel aan behoorlijk harde criteria voldoen. Maar met medewerking van de gemeente, met name van Maartje Kok, de ambtenaar op dat gebied, is dat gelukt. Dus daar zijn we heel blij mee. Dat die samenwerking zijn vruchten afwerpt. Heb je daar al een bestemming voor? Nou, het is in eerste instantie om de gaten door de crisis te dichten. En daar zal het waarschijnlijk ook wel ongeveer volledig aan opgaan. Dus het is niet zo dat we nu ineens extra geld hebben. Ja, want hoe hard komt de crisis bij jullie aan? Nou, het bedrag wat we nu krijgen erbij, dat is ook ongeveer het bedrag wat we tekort komen. En dat is naast alle ondersteuning die we al gehad hebben. Want we hebben natuurlijk de NOW-regelingen gehad en zo. Dus we hebben al redelijk veel ondersteuning gehad. Maar ja, de inkomsten die vallen dermate terug vanwege de crisis, dat je dat allemaal wel nodig hebt. Dus... Dan zijn er wel veel musea, er zijn toch ontslagen gevallen. Hoe zit dat bij het Bakkerijmuseum? Nou, dat, vooralsnog hoeft dat niet, maar wij hebben natuurlijk een buffer doordat wij zouden gaan verbouwen. Dus wij hadden wat extra middelen. Die hebben we eigenlijk in eerste instantie ingezet om te zorgen dat het museum bleef voortbestaan. Nou, nu met bijvoorbeeld de ondersteuning van het Mondriaan Fonds kunnen we die weer voor het originele doel gaan gebruiken. Het zou heel mooi zijn als we aan het eind van het jaar niet te grote verliezen leiden. Maar vooralsnog betekent het niet zo dat bij ons de mensen ontslagen gaan worden. Ja, over die verbouwing. Wat gaat er gebeuren en wanneer gaat dat gebeuren? Dat gaat in januari, als het goed is, van start. En we gaan in eerste instantie de twee panden voor aan elkaar hechten. We gaan de bovenverdieping aan elkaar vastmaken. Beneden gaan we één grote winkel en conditorij, een koffiehoek gaan we maken. En er komt een lift in, dus dat is de eerste slag die we gaan doen. En dan gaan we een tweede fase doen waarbij we hierachter het gedeelte met de toiletten gaan aanpassen. Alleen dat hebben we dus ook vanwege de crisis hebben we dat nu gefaseerd, gespreid. In normale omstandigheden zouden we dat er één keer allemaal doen. Dat kan nu niet vanwege de financiën en de onzekere toekomst. Dus we gaan het nu gefaseerd doen.